Ik denk dat ik wel heel veel meer van mezelf heb laten zien in de politiek. Ik heb dat in het begin moeilijk gevonden, dat je laat zien waar je voor staat. Ik ben Pia Dijkstra, ik ben Kamerlid voor D66 sinds 2010. En ik heb daarvoor jaren het journaal gepresenteerd, daarna het programma Vinger aan de Pols 10 jaar gemaakt. En ik kende wel een beetje de gang van zaken in de Kamer, maar het is heel iets anders als je dat zelf gaat doen. En ik heb me ook wel eens afgevraagd in die eerste jaren, heb ik hier nou wel goed aan gedaan? Ik vind het altijd heel erg belangrijk dat als je wat zegt over dingen, of wat vindt van onderwerpen, dat je heel goed weet waar je over praat. En dat kost me dus gewoon heel veel tijd. En in de loop van de jaren leer je toch een beetje, omdat je ook de manier van vergaderen in de Kamer te pakken krijgt. En dan begint het echt leuk te worden. Ik heb nu beter de balans gevonden tussen werk en de politiek en mijn privéleven. Maar ik heb toch ook nog wel steeds discussie hier thuis. Op de momenten dat ik weer beschikbaar moet zijn, toch eigenlijk niet met vakantie kan. Ja, dan gaat dat toch wel voor. Voor het wetsvoorstel hebben 75 leden gestemd, daartegen 74. Ik denk dat ik wel heel veel meer van mezelf heb laten zien in de politiek. Dat meer is zoals ik ben dan wanneer je een journaal presenteert. En ik heb dat in het begin moeilijk gevonden, dat je laat zien waar je voor staat. Ik kreeg wel eens mails van mensen die zeiden, nou, ik vond je echt geweldig toen je bij het journaal werkte, maar ik moet nou niks meer van je hebben. Ja, dat snap ik. Als men het helemaal niet met mijn opvattingen eens is, of die van D66, dan wordt dat lastig. Dit is Charlie. Charlie is een hondje van 4 maanden, een Kerry Blue Terrier. En we zijn er ontzettend blij mee. Het is een hele lieverd. Ik loop 's morgens in het park met het hondje. En dat is een heel erg lekker begin van de dag. En daarna gaat de boel in de make-up. En dan begint je werkdag. Nou, je openbare leven begint dan. Ik heb ook wel eens voor de grap gezegd tegen een medewerker, als ik een debat inging en even mijn lippen stifte, zei ik, nou, de oorlogskleuren zijn weer aangebracht. Ik kan er nu weer tegenaan. Dat is het wel een beetje. Dames en heren, het volgende station is Den Haag Centraal. Tevens de eindbestemming. Ik ben dit jaar met ontzettend veel voorkeurstemmen gekozen. Dat voel ik ook echt als een grote verantwoordelijkheid. En dat is voor mij ook wel de drive om door te blijven gaan. In de politiek, zo kijk ik er tegenaan, doe je nooit iets voor jezelf. Doe het echt als belofte die je wilt, die je hebt gedaan aan de kiezers en die je moet waarmaken. Dus dat is ook de strijd die je voert.